Aspas. Kort naar Sichuba. Knappe combinatie van Moes Kroen. De voorzet nu van Mico misschien. Mag het nog iets proberen. Daar komt die bal. En een goede kopbal. Goede kopkans voor Robert Ma. Moes Kroen dat altijd erg snel probeert om te schakelen. En nu weer Robert Ma door met een enorme kans. En ja, de voetveeg van Silvio Proto meer dan nodig. Robert Ma. Erg gevaarlijk heerschap houdt tegenwoordig JC op de bank. Maar Anderlecht laat zich daar veel te makkelijk verrassen. We zijn bijna halfweg de eerste periode en Anderlecht heeft het niet onder de mark met Moes Kroen. Nieuwe vrije trap nu met Maxime Lestienne en die wordt erin gelopen. Jawel, het is 1-0 en het is El Araishi die scoort voor Moes Kroen. En ja, je kan het niet onverdiend noemen. De betere kansen tot dusver waren zeker voor Moes Kroen. En er kan al een glimlach af op het gezicht van Miroslav Djukic. Walter Baseggio in de tribune. En die ziet dat zijn ploeg het bijzonder goed doet tegen Anderlecht. Zijn ex-club. Bernardes. Diep richting Van Damme. En dan valt die bal voor de voet van Suarez. En dan, dit lijkt me een penalty. En het is ook een penalty. De bal valt voor de voet van Matias Suarez. En dan is er een overbodige tackle eigenlijk van Moreno. En die heeft zo Suarez mee. Dus strafschop. En het is dus Matias Suarez zelf die de strafschop gaat proberen om te zetten. En dat lukt hem ook. Anderlecht in de 32e minuut opnieuw langs zij. Het heeft eigenlijk nog geen enkele deftige doelkans weten te versieren. Het is bijzonder zwak bezig. En toch staat het opnieuw gelijk. Na een strafschop van deze Matias Suarez, het is een derde van het seizoen. De hoekschop voor Moes Kroen met achter de bal Lestienne. Proto ernaast. Waar is de bal? Bijna in doel. En was het weer El Araishi? Ja, inderdaad. Suarez probeert te verlengen tot bij de Sutter. Van Gijzeghem niet verder dan Châtel. Suarez, dat is een goeie voor Van Damme. Die gaat meteen uithalen. Goeie redding van Cédric Bertelin. Kans op kans nu in deze wedstrijd. Nu ook dus voor Anderlecht. Suarez, gevaar nog niet geweken. Suarez, geen buitenspel of toch buitenspel? Jawel. Iedereen moet wachten op Guillaume Gillet die niet klaar is om in te vallen. Aan het begin van de tweede helft en daar wond Ariel Jacobs zich behoorlijk over op. Lucas Bilia dus geblesseerd na deze ongelukkige val. In de eerste helft en hij kan dus niet voortspelen. Laurent Colemont, de vierde scheidsrechter voor vanavond, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Want de lijnrechter aan deze kant heeft een blessure opgelopen. En die kan niet meer verder. Die wordt naar binnen geholpen, moet behandeld worden. En dus zal Colemont lijnrechter moeten spelen. Lestienne met ruimte, dan wil hij die bal plaatsen in plaats van door te trappen. Bernardes gaat in de weg liggen. Dan is het ja, niet echt duidelijk of hij die bal ook met de hand raakt. Van Damme. Met Guillaume François voor zich. De voorzet van Van Damme met rechts. De Sutter raakt die bal aan. En dan misschien Châtel terugleggen tot bij Juhas. Dat is een goede kans voor Anderlecht. Roland Juhas laat ze liggen. Robert Ma. Met Ernits voor zich. Mico is mee. Goede kapbeweging van Mico. Goede tackle van Ernic. Die een betere tweede helft speelt. Lukaku, die is erg snel. Veel sneller dan Moreno. En gaat Lukaku het afmaken? Jawel! Romelu Lukaku, hij doet het opnieuw. Zijn tweede van het seizoen. Hij staat nog maar een minuut of 4-5 op het veld. Als vervanger van Tom de Sutter. En Pa Roger in de tribune is ook bijzonder blij. De hele Lukaku-klan. Maar Anderlecht staat wel op voorsprong. Een minuut of 17 nog te spelen. Een lange paas en dan de Lukaku. Veel sneller dan de vermoeide Moreno. En dan via Bertelijn doel. Goed afgemaakt ook van Romelu Lukaku. 1-2 Anderlecht. Dat is een goede bal op Lestienne. Meteen naar JC. Zo pas in de ploeg gekomen. JC komt niet tot een schot. Maar dan Guillaume François. Die moet scoren. Maar nee. Nog net voldoende gehinderd door Silvio Proto. Grote kans voor Moes Kroen.